De acties van de sectie medische specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS, zijn opgeheven. Hiertoe is besloten nadat de organisatie gisteravond tijdens een dialoog een akkoord heeft bereikt met de regering. Hiermee is de dienstverlening aan alle SZF-verzekerden genormaliseerd. De regering heeft laten weten dat zij rekent op de inzet van de VMS om de geconstateerde verspillingen en inefficiënties binnen de gezondheidszorg samen met het ministerie van Volksgezondheid en SZF zo snel mogelijk weg te werken. Pogingen van onze redactie om van de VMS een reactie te krijgen over de gemaakte afspraken zijn niet gelukt. De medische vereniging heeft aangegeven dat in samenspraak met de regering zij een periode van persstilte in acht neemt. En Radio 10 gedenkt vandaag haar 25-jarig bestaan. Vanwege de pandemie had het station een kleine en ingetogen viering met huidige en voormalige medewerkers. Reporter Sivra Goudland was op bezoek en maakte voor u het volgende verslag. 10 december 1996, 10 december 2021. Dat is 25 jaar. En wij staan bij de een van de populairste radiostations van mensen die mensen vanaf 6 uur 's morgens al aan de praat krijgen. En we staan op de stoep bij Radio 10. Zij zijn vandaag 25 jaar. We hebben naast ons een van de morning mans die elke ochtend de luisteraars van Radio 10 wakker houden. En ook op weg naar het werk, mensen die kinderen op school zetten, bezighouden. Sydney, van harte gefeliciteerd met 25 jaar Radio 10. Ja, dankjewel, dankjewel. Heel hartelijk bedankt. Soms willen we wel om 6 uur doorslapen, maar we doen het voor die liefde. We hebben de beste luisteraars, zeggen we altijd. Ja, wij zijn nu ook met de volgende persoon die nu live in de uitzending zit, Reinald Dalen. Yes. Happy birthday ook met Radio 10. Dankjewel, dankjewel. Hoeré. Hoe kijk jij terug voor al de jaren dat je hier werkt en dat je deze mijlpaal ook mag meemaken? Ja, ik ben inmiddels, ga ik mijn 7e jaar in. En sinds ik ben gekomen, zal ik je zeggen, het is alleen maar improvements geweest. Leuke mensen met de nodige uitdagingen hoor, want alles klinkt zo smooth in de uitzending. Maar soms zijn we echt wel met die uitdagingen bezig, maar daarom doen we het. We doen het voor de luisteraars, we doen het voor de community. Weliswaar geen feest, maar de werknemers proberen op hun manier met de luisteraars er een leuke dag van te maken. Grunberg en Dalen kijken beide terug op een prettige werkomgeving en mooie jaren bij het radiostation. Maar ik ben happy. Radio 10 heeft het leven van mensen vanaf 1996 veranderd. En ook ons leven, de mensen die hier zijn komen werken. Dus we zijn blij dat mensen nog steeds content zijn met datgene dat Radio 10 doet. We zijn blij dat we Suriname op zo'n manier hebben kunnen dienen. Dus als je me vraagt hoe ik terugkijk, mooie jaren, echt mooie jaren. Dat is eigenlijk die kick. Soms, ga je zeggen, soms heb je een heel jaar geen verlof genomen. Alleen omdat je weet van je moet er zijn. En dat, met mij heb je ook een heleboel andere collega's die dat hebben. Hè. We doen het voor de mensen en dat is iets. Je zou het niet direct kunnen omschrijven. Alleen het feit dat je weet dat ze er zijn en dat ze luisteren en dat je tussen hun oren zit, is al heel mooi. En soms merk je het op straat, dan heb je zoiets van, ah, dat is maar breedie. Volgens Gerda Dutenhover is 25 jaar Radio 10 zeker een mijlpaal. Zij blikt terug op de tijd toen het radiostation draaide onder leiding van Wijlen haar man, Werner Dutenhoven senior. Zij is ook blij dat het station de positie met behulp van de medewerkers heeft kunnen bereiken. 25 jaar, ik weet niet of ik moet zeggen ze zijn voorbij gevlogen, maar er is intussen heel wat gebeurd. Maar ach ja, elke dag kom ik hier in een opgewekte stemming en Werner was mijn echtgenoot, een van de oprichters, de oprichter-directeur. En ja, toen hij kwam te ontvallen, toen dachten we, hé, wat gebeurt met Radio 10? En nee, maar iedereen heeft toegezegd, we zullen Radio 10 hoog blijven houden. En dat is ook gebeurd. Ja, er komt een nieuwe generatie die heel anders denkt dan ik. Dus ik moet me aanpassen. Geen problemen daarmee hoor, geen problemen. Maar de herinneringen aan Radio 10, ik weet niet of ik zoveel ook zal hebben aan de new normal, de nieuwe tijd, als aan
begin, de beginperiode. Dat was echt machtig. Maar nu, Radio 10 zit stevig in de markt. Radio 10 wordt gekenmerkt als een van de populaire radiostations die hun eigen content blijft produceren. En dat zal blijven doen, aldus de huidige directeur Werner Dutenhoven Jr. Het bedrijf zal samen met haar luisteraars eraan werken goede content te bieden aan het publiek, aldus de medewerkers.